Maar het gaat niet slecht met de economie, hè? Je ziet hoeveel fietsen we ophalen. Tranen springen je soms in de ogen, dat zeg ik heel eerlijk. Het gaat heel goed met de economie, als je ziet hoeveel onbeheerde fietsen de gemeente iedere maand ophaalt bij onder andere het station. Dinsdag haalden medewerkers van Ergon meer dan 300 fietsen op. Wij labelen 30 dagen voordat we weghalen de fietsen. En als ze 30 dagen niet gebruikt zijn, dan halen wij ze weg. Sorteren ze op wrakfiets of nog te gebruiken fiets. De gebruikte fietsen worden opgeslagen en de wrakfietsen worden als oud ijzer gelijk afgevoerd. De opgehaalde fietsen die niet vernietigd worden en nog goed bruikbaar zijn, worden 3 maanden opgeslagen. Meldt de eigenaar zich in die periode niet, worden ze geveild onder fietshandelaren. Maar er staan af en toe toch wel geweldig mooie fietsen tussen. Verleiding is soms misschien groot, maar daar gaan we ons niet aan overgeven. Dat moeten we niet doen. Ja, maar je kan je het voorstellen, je koopt een fiets van 500 euro en die laat je niet zo op station staan. Ja, kijk, de burger moet met zijn eigendommen ook op een zorgvuldige manier omgaan. En we zetten de bankstel ook niet aan de straat om die tijdens de vakantie door een ander op te laten halen. Dat doe je met de fiets ook niet.